Hoe zie je zeg maar, de hele muziekindustrie op het gebied van nummers uitbrengen over een paar jaar? Ik bedoel, denk je dat er nog geld mee verdiend zal worden? Zal het meer een soort promo zijn en dan ga je geld verdienen met optreden? Wat is jouw idee? Nou, dat wordt inderdaad nog de vraag hoe dat gaat. Maar ik denk dat we over niet al te lange tijd toegaan naar een meer subscription-based systeem. Hè, waarbij je zeg maar, ik noem maar wat, 300 tot €500 per jaar betaalt aan Vodafone of aan T-Mobile of aan iTunes of noem het maar op. En dat je dan gewoon net zoveel mag downloaden als je zelf wil. En dat kan bekijken. En dan de volgende stap daarna is waarbij de mobiele telefonie zo snel is en internet ook zo snel met glasvezel, dat je helemaal geen eigenaar meer bent van muziek, maar dat je gewoon unlimited access hebt tot muziek en tot films en tot videogames, maar niet meer de box hebt en niet meer de CD hebt en niet meer de plaat hebt, maar dat je gewoon altijd toegang hebt tot die muziek en dat meteen kan spelen wanneer jij dat wil, voor een bepaald bedrag per jaar. En dat bedrag wat dan binnenkomt per jaar, dat wordt dan gewoon verdeeld onder alle artiesten met een bepaalde verdeelsleutel. Zoals dat ook gebeurd is met de CD-R en met de lege cassette. Maar denk je niet, okay, ja, maar denk je niet dat het op een gegeven moment dan dat het desalniettemin illegaal downloadt en je gaat verspreiden, dat het op een gegeven moment blijft het nog een grote vijand ervan of niet? Ik denk dat moderne muziekdistributie gewoon mee moet gaan met de dynamiek van waar het op dit moment gewoon is in de wereld. En dat je dingen veel goedkoper moet maken. Een CD-prijs van €20 in Nederland, dat is echt gewoon, ik vind dat echt bizar. Gewoon, dat is zo vergeet. Dat zou ik nooit betalen voor een plaat. En ik bedoel, ik vind iTunes al redelijk aan de dure kant voor €10 voor een plaat. In Amerika is dat dan $10. Maar ik vind dat al redelijk aan de dure kant. Ik bedoel, nu waar we zijn in de plaats van in de muziekindustrie, met de hoeveelheid muziek die uitkomt, ja, een CD moet ergens tussen de 3 of €5 zijn. Dat vind ik redelijk. En dat kan de jeugd ook wel betalen. En kan bijna iedereen wel betalen. Dus jij denkt, als dat op een gegeven moment die prijzen omlaag gaan, dan hou je ook een beetje de wind uit de zeilen. Ja, de muziek moet goedkoop genoeg zijn dat mensen genoeg kunnen kopen. We hebben het over een track-based market. Dus als een track zeg maar 30 cent is, nou, dan kun je ontzettend veel tracks downloaden op jaarbasis. En zelfs als je een abonnement afsluit met een van die carriers die ik net noemde, hè, dat je dan toe kan naar ongelimiteerd luisteren naar wat voor muziek dan ook. Wat is voor jou zeg maar, wat is jouw grootste inkomstenbron? Mijn inkomstenbron is dat is zeg maar het geld van live optredens, het geld wat ik verdien met films en dan het geld wat ik verdien met videogames en het geld wat ik verdien met remixen. Dat zijn de vier grootste inkomstenbronnen. Ik heb zelf nooit geld echt verdiend met CD-verkoop, maar ik heb altijd wel geld verdiend met al die andere dingen die gebaseerd waren op wat ik als artiest was. He, dus als je de alle platen van JunkXL die verkocht zijn, daar heb ik geen royalties van gehad, omdat dat is hoe platenmaatschappijen werken met contracten en met alles wat ze voor je uitgeven qua promotie. Dat moet eerst terugverdiend worden voordat jij gaat verdienen. En ik denk ook niet dat daar de grootste winst zit bij bijna elke artiest. Waar de winst zit is hoeveel een liedje gedraaid gaat worden op radio en tv. Of een liedje gebruikt gaat worden in een videogame of een bekende film of voor een bekende commercial, daar verdienen artiesten geld mee. En in mijn geval komt er nog bij dat omdat je een naam hebt en omdat je een bepaalde sound hebt, je ook nog gevraagd wordt voor films en videogames om originele muziek te maken.